De situatie rond de wateroverlast in Brokopondo kwam vandaag ook aan de orde tijdens de behandeling van de begroting in de Nationale Assemblée. VHP-fractievoorzitter Aziz Kumar Gayadin meent dat de belangrijkste oorzaak voor de overlast niet komt door het verder openstellen van de spuikleppen, maar trok gelijk één lijn met de verstoringen van alle stroomgebieden in boven Suriname. Parlementariër Edward Belfort meent dat de miljoenen dollars die door staatsolie in de staatskas zijn gestort, voorlopig worden gereserveerd voor het vergoeden van de schade van de lokale bewoners. Grote zwamgebieden die vroeger zwamgebieden waren en water vasthield, zijn op dit ogenblik open stroomgebieden. Dus wat verwacht u wanneer er zware regens valt? Je hebt zelf gezien hoe over de Afubakaweg, hoeveel plaatsen er water over de Afubakaweg richting Suriname rivier ging. Ik heb nimmer gehoord dat de president daarover heeft gerept, dat de gelden zullen worden gekanaliseerd naar de mensen. En op dit moment dreigt er een grote gezondheidssituatie daar te ontstaan, waarbij de mensen eigenlijk aan hun lot zijn overgelaten door het bedrijf en door de regering. Belfort benadrukt nogmaals dat de situatie in Brokopondo ernstig is en de regering met concrete maatregelen moet komen hoe de lokale bevolking zal worden vergoed.